Het is een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen. Op klaarlichte dag werd er vanmiddag in het centrum van Helmond geschoten. Dat gebeurde op de hoek van Zonnehoefstraat en de Willem-Prinsenstraat. De dader had het gemunt op een voorbijrijdende auto. Rond 2:30 ging het hier in de hoek van de Zonnehoefstraat mis. Ik heb wel 3 knallen gehoord, maar ik dacht het is vuurwerk. Ja, dan bleek dat er 3 schoten gelost waren daar in die auto. En dan die jongen en een meisje verhoord werden. Dat is het enige wat ik mee heb gekregen. Het was dus een schietpartij. Een auto werd meerdere malen beschoten. En ook in de deur van een woning even verderop is een kogel ingeslagen. Op wie en op hoe, dat weet ik niet. Ik weet alleen dat er een kogel bij mijn zoon in de deur zit. Was hij thuis? Nee, maar mijn kleinkind zat wel achter de deur. En daar ben ik boos over. Gelukkig had die kleine er niks van meegekregen. Dus daar ben ik heel blij om. Bij de schietpartij raakte niemand gewond. Ja, in Helmond is verslaggever Saskia van Heijsten. Ja, Saskia, is er nou al wat meer bekend over wat daar nou echt allemaal gebeurd is? Nou, ik heb hier vanmiddag gesproken met een aantal buurtbewoners en een vrouw die ik hier sprak. Die ging eigenlijk direct nadat de schoten gelost waren, ging ze naar buiten, ging ze kijken wat er gebeurd was. En toen zag ze een meisje zitten, helemaal in shock, helemaal, die was helemaal van de leg. En die zei, ja, er is op ons geschoten. En ze zat in een auto met nog een aantal andere jongens. En een van die jongens zou zelfs zo geschrokken zijn dat hij zijn ontlasting niet meer op kon houden. Ja, is er ook enig idee waarom er dan geschoten is op deze mensen? Ja, dat is nog niet helemaal bekend natuurlijk. Maar wat hier in de buurt gezegd wordt, is dat het zou gaan om een ex van het meisje. Of dat klopt, ze weten het hier natuurlijk ook niet. Maar het zou gaan volgens hun om een jongen die hier ook in de buurt woont. En die dus een relatie heeft gehad met het meisje. Ja, en die jongen is inmiddels later deze middag opgepakt. Dankjewel, Saskia vanuit Helmond.